daarom vraag ik dat elke leider, welk land dan ook, begeleidt en leidt in voordeel van de burgers. Slavernij is er nog. Haat is er ook nog. Misschien maak ik het niet mee dat er geen slavernij meer is. Maar dit is een verzoek van mij aan jou. Streef erna dat je weet en begrijpt. We zijn allemaal hetzelfde. En daarom zeg ik, elk land, elk plaats, elk mens heeft zijn cultuur. Mijn cultuur is mijn socialisatieproces. Dat begon bij mijn ouders thuis. Deels heb ik overgedragen aan mijn kinderen wat ik heb geleerd. Ik heb geprobeerd om het beter te doen. En dat doen ze ook weer. Ze proberen het weer beter te doen. Ik vraag aan jullie allemaal, hou van elkaar. Het is wel eeuwen geleden. De herinneringen zijn niet verjaard. Velen hebben moedig gestreden, want het leven is heel veel waard. Ongeacht men wil of niet, het verleden kleeft aan je vast. Geen nood, de bagage. Voor velen een groot verdriet. De ziel wordt niet verkast. Als je elkaar lief hebt, dan ben je een gelukkig mens. De documentaire sluiten wij af in het huis van Louise, tante Loes. We zijn langer dan een jaar bezig geweest. De documentaire zullen wij overdragen aan de burgemeester van Capelle aan de IJssel, mevrouw Van Doorne, Joke Van Doorne. Ik ben trots op haar. De 8e generatie na mij zal misschien eerder meemaken dat er geen slavernij meer is. Geen stigmatisering, geen discriminatie. Daar geloof ik in. Louise is mijn naam.